Hagelstenen zo groot als tennisballen vernielden het dak van het huis van Wendy de Proost en haar gezin. Bijna alle pannen zijn stuk. We hebben handgemaakte pannen op het dak. Maar ja, die gaan natuurlijk, die liggen er al een tijdje op. Dus die zijn eigenlijk allemaal stuk. In een paar minuten tijd lagen even verderop ook de daken op de melkveehouderij van de familie Groene aan Diggelen. De hagel is er van de voorkant zo schuin opgekomen. En heeft er onder in de golfplaten zo de gaten geslaan. Kort na het noodweer konden de Gesselnaren de omvang van de ravage amper bevatten. Nu, een maand later, is het de realiteit van de dag. Je merkt het vooral met boodschappen doen. Dus in de Jumbo daar was het natuurlijk ook een drama. Er regende het gewoon binnen. En dat je makkelijk een praatje maakt. En ja, iedereen is wel heel erg met iedereen begaan. Nou, onze ervaring is vooral gemeente en provincie dat er heel hard gewerkt is op alle fronten. Den Haag heeft wel een behoorlijke steek laten vallen, vooral het kabinet. Een stukje erkenning was toch wel heel fijn geweest. Ook dit dak is helemaal kapot, moet er helemaal af. Hoe was de afgelopen maand voor jullie? Hectisch, vooral hectisch. Heel veel afspraken met aannemer, dakdekkers, asbestsanering, proefnemingen, van alles en nog wat. Bijna een fulltime job. Heel hectisch. Veel te regelen en veel op te ruimen. En ja, alle nasleep van dien, zeg maar. We zijn nu zover dat we de voorbereidingen getroffen hebben, dat we alles kunnen gaan vernieuwen. Wonderwel raakte er bij de hagelbui niemand gewond. De schade wordt in de meeste gevallen gedekt door de verzekering. Maar het herstel dreigt vertraging op te lopen door de aankomende vakantieperiode. Ja, die mensen hebben recht op vakantie, dus dat moeten wij ook respecteren. En de rest wordt dan na de bouwvak wel gerepareerd. En hoe is het dan als jullie nou code geel, oranje, is het dan ook weer van oei oei? Nou, dan denk je van het zal allemaal wel, maar ergens kijk je toch iets vaker op het buialarm. Ja, terwijl ik eigenlijk heel nuchter ben, maar je merkt wel dat het anders is dan eerst. Luiksgestel krabbelt er langzaam weer bovenop. Met de hagelbui van 23 juni 2016 als onuitwisbare herinnering in de geschiedenis. Wat daar hier gebeurd is, dat is heel apart. Hoop ik nooit meer mee te maken. Het leven gaat ook gelukkig gewoon weer door. Dus